Goedenavond, het is vandaag vrijdag 21 april. De dag waarop Breda nu een talkshow maakt vanuit de studio van Pauw. Mijn naam is Nienke, naast mij staat Laurent. En we gaan beginnen. Amsterdamse studentes, één gezamenlijk doel. Het helpen van mensen in hoge nood in vluchtelingenkampen. Op eigen initiatief startten ze hun actie We Are All Human en reden ze 2100 kilometer naar Servië. Vandaag vertellen twee van hen hun mooie ontroerende verhaal. Aan tafel Feline Verschuur en Lisa Brinkman van We Are All Human. Ondersteund door de editor van hun documentaire Maila Ahmad. Als ik het goed uitspreek, ja. En Erin Bouwen van stichting We Do. Feline, We Are All Human. Wat hield het project in? Wat het eigenlijk vooral... Kijk, ik ben het niet begonnen, hè. Dat is mijn zus heeft het initiatief gestart samen met Lisa en Perry. Zij zitten samen met elkaar op de studie. En wat zij vooral deden, zij dachten van... Zij zagen volgens mij... Wat zagen jullie? Advertenties en beelden, foto's. Van over... dat vluchtelingen het koud hebben en dat ze niet overleven. En zij dachten, we moeten iets doen nu. Volgens mij was het zelfs toen jullie een biertje aan het drinken waren. Dacht je, ja. Wat gaan we doen? Wat gaan we doen? En toen hebben zij bedacht, we gaan kleding ophalen. En dat gewoon zelf brengen met een busje naar de kampen. Dat is eigenlijk wat ze hebben gedaan. En waarom is de hulp in Servië zo hard nodig? Ik denk dat ze overal wel hard nodig hebben. Maar vooral Servië, omdat de grenzen bij Hongarije zijn gesloten. En dat betekent eigenlijk dat er heel veel instroom komt. Maar ze zitten allemaal in Belgrado vast. Dus er komen steeds meer vluchtelingen. En ze kunnen eigenlijk geen kant op. En... Zijn er zeg maar vluchtelingen die vanuit Turkije naar Bulgarije, naar Servië en dan via Hongarije de EU binnen willen komen. Maar sinds Hongarije en Kroatië hun grens heeft gesloten, kunnen ze niet verder. Dus ze blijven in Servië vast. Ja. En dat worden al alleen maar meer en meer en meer. Maar Servië kan dat niet aan. En ja... Ja, dus die kampen zitten vol, tenminste dat is wat we hebben gehoord. We weten niet helemaal hoe dat zit, hè? Nee. Maar ja, vooral de mensen die niet in die kampen terecht kunnen... die hebben zelf niet eens hun basisbehoeften als in een bed eten. Dus ze hebben altijd een hele slechte situatie daar. Ja, dat is vooral wat goed, Mela, je hebt heel veel gedoneerd voor het project. Ja. Je hebt een soort marketing eromheen gedaan. Ja. En je bent editor van een documentaire, want er komt een documentaire uit. Klopt. Waarom is het zo belangrijk dat hier aandacht aan besteed wordt? Nou, ik denk dat wat je aan het begin, een paar jaar geleden was dat... met het kindje dat aanspoelde in Griekenland. Dat daar een levenloos lichaampje van een klein kindje... dat wekte heel veel empathie op bij mensen. Mensen wisten niet dat het zo heftig was. Je hoorde wel van, ja, er is oorlog, maar het is helemaal daar. Maar zodra dat rondging op social media vooral... was ineens veel meer empathie voor mensen. Kwamen mensen steeds meer in actie... En ik denk dat het ook is, onwetendheid van mensen. Dat mensen niet weten wat er aan de hand is ergens anders op de wereld. Je leeft hier in je eigen bubbel en het gaat hier allemaal zo goed. Maar weet je dat aan de andere kant van de wereld... of niet eens aan de andere kant, zoveel duizend kilometer verderop... dat daar gewoon mensen zijn die inderdaad niet eens basisbehoeftes hebben. Ja. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat je mensen hier in Nederland gewoon bewust maakt... van de dingen die elders heel slecht gaan. Dus ik denk dat dat gewoon heel belangrijk is. Erin, jij hebt beide begeleid. Je bent zelf van de stichting We Do. En je bent niet naar het vluchtelingenkamp geweest, maar je bent wel naar Griekenland geweest. Ja. Hoe heb je deze beide begeleid? Ja, ze kwamen eigenlijk toevallig op mijn pad. Of wij kwamen elkaar toevallig tegen, omdat... misschien goed om te zeggen, in 2015 ben ik met een aantal vrouwen gestart met dit initiatief. En hadden wij hetzelfde als wat deze meiden hadden. Ja, het kan niet zijn dat we niets doen. We gaan gewoon wat doen. Dit is te gek. Dit mag niet zo zijn. En zij kwamen op mijn pad op exact dezelfde manier. En wat ik vooral heb geprobeerd te doen, is duidelijk maken dat je niet moet... Je moet laten stoppen. Dat het juist mogelijk is. Dus iedereen om je heen die roept van, ja, doe niet zo gek, joh. Maar dat is echt, hè? Want Esmee en Lisa die hebben de grote organisaties gebeld. Rode Kruis, Artsen zonder Grenzen, weet ik veel, allemaal. Echt heel veel. En iedereen zei... Ik vind het goed dat je dit wil doen, maar het gaat je niet lukken. En of het is te gevaarlijk. Of het is... Toen was er één vrouw bij Artsen zonder Grenzen... en die zei eigenlijk heel stiekem van... Ja, maar ik ken wel iemand die dit ook doet of zo, weet je wel. En toen kwamen ze bij haar terecht. Ja. En zij is de enige die zei, ja, maar het kan wel.
En je moet het wel net nodig, want we hadden eigenlijk een heel leuk, of nou, tenminste een goed initiatief. En omdat je eigenlijk zo vaak hoort van, nou, dat gaat niet lukken, je kan het niet, of je hebt daar veel meer voor nodig. En als je dan zoiets hoort van, nou ja, ik heb het ook gedaan en je moet je idee doorzetten. Dat zijn eigenlijk de woorden die je echt moet horen op zo'n moment. Als je geeft je de motivatie aan. Heel erg. Ja. Ja, dat is echt wat je nodig hebt. Wat zo belangrijk is in deze idiote grote humanitaire crisis waar wij middenin zitten, is dat we ons beseffen dat de grote goede doelenorganisaties, de grote NGO's, waarvan wij altijd denken dat die met televisieshows ons probleem wil fixen, hè, dat zijn we gewend, dat is niet meer zo. Die kunnen niet handelen in deze idiote, ingewikkelde situatie. Wie wel kan handelen, zijn burgers die op hun eigen, met hun eigen geld en met hun eigen paspoort kunnen reizen naar de plekken waar mensen op de vlucht zo enorm in nood zijn. En daar kunnen we met elkaar handelen. En ik heb zelf gemerkt dat dat dan een netwerk wordt van vrijwilligers die dat allemaal doen met een goed hart, maar met heel veel energie. En dat het dus wel kan om het daar het verschil te maken en simpelweg het verschil tussen leven en dood te betekenen. Okay. Helaas is dat nodig. En hoe kwamen jullie aan de spullen die jullie hebben ingezameld? We hebben eigenlijk heel veel oproepen gedaan op Facebook. We hebben een eigen Facebookpagina aangemaakt. En gewoon eigen netwerk heel veel. Dus vrienden, familie en daar weer de vrienden, familie en kennis van. Die zijn allemaal echt door heel Nederland eigenlijk in de weer geweest en kleding verzameld van mensen die we helemaal niet kennen. Ja, ze hebben met de auto gewoon een rondje gedaan van Rotterdam. Dan halen we het op. Ja. Dus we zijn met de auto echt door heel Nederland echt iedereen afgegaan. En online ook, hè? Online. Een website waar ze geld konden doneren. Ja, ik wou zeggen, want die reis kost natuurlijk ook geld. Ja, dat is inderdaad voor de reiskosten. Ja, de reiskosten konden mensen een handje helpen met benzine. En met die auto, ik weet niet waar die vandaan kwam, werd die gesponsord? Nee, dat was een busverhuur. We zelf van die opbrengst. Ook vanuit de donaties. Okay. En ik kan me voorstellen, als jullie als vier Amsterdamse studenten helemaal naar Servië gaan, dat het thuisfront misschien wat spannend vindt, hoe jullie het daar gaan doen, zeg maar. Hoe was de reactie van het thuisfront? Mijn ouders zijn altijd zo van, zijn ze weer met van die gekke ideeën? Ja. Maar ik heb al zo vaak een gek idee gehad dat het zoiets van was, het is typisch jullie, en doe maar. Want ze staan er wel achter. Want toen jullie daar waren, hadden jullie ook contact met het thuisfront? Of hoe verliep dat? Sowieso de Facebookpagina. Hè? Daar deden we ook wel eens live. We zijn nu hier, hier. Dus dat... Ik heb wel heel veel gedeeld met mijn moeder, want ze leefde ook heel erg mee. En ze had ook geld erin gestopt. En ze vond het juist heel erg dat ze het wilde motiveren en aansporen. Dus ik wilde het ook heel erg met haar delen. Hebben we ook gedaan en we hebben gebeld met onze ouders en foto's doorgestuurd. Maar het komt ook omdat zoveel mensen hadden iets gedoneerd, dat je ook wel voelt van, oké, je moet heel erg laten zien waar je nu bent, dat je heel erg kan laten zien waar het terecht komt. Ja. Dat is heel belangrijk. Goed, het lijkt me goed om even naar een filmpje te gaan kijken van hoe jullie daar aankwamen. Ja, is goed. Ja, in dit filmpje zagen we blije kinderen natuurlijk toen jullie de spullen kwamen afleveren. Je hebt ook het Daily Center, dat is opgezet door de vluchtelingenorganisatie in Servië, waar de kinderen even kunnen ontsnappen aan hun dagelijkse zorgen, zeg maar. Daar hebben we ook een filmpje van, daar kunnen we ook even naar kijken. This place is better than a camp. Yeah? Camp is so dangerous. Dangerous? Yes. Why? Because everywhere you go, they fight you. It's not good.
zien in Afghanistan. Did you do that? Yes. Really? Yes. Wow. And who is that? Novak Djokovic, the best tennis player in the world. Did you learn it by yourself? Yes, wait. Yes, like this. Wait. I don't want to sit just in the room. I want to go out to play. And when I go out to play, yeah. They chill and they fight. Maar het is extreem erg als je zo'n klein kindje zit, weet je wel, want die heeft daar totaal geen macht over. Die heeft helemaal niks te zeggen over wat hij kan of wat hij wil. En toch wordt hij dan in zo'n situatie genoemd. Dat vind ik zo erg, omdat je dat niet kan. Weet je, vind ik echt heel erg. Ja, we zien hier Esmee, jullie andere reisgenoten die hier vanavond niet bij aanwezig kon zijn, helaas. Zij was hevig geëmotioneerd, zoals we konden zien. Hoe voelden jullie je op dat moment? Ja, ook hetzelfde. Ik denk, je ziet eigenlijk die jongen, die heeft zoveel talent en die zit zoveel in hem. En hij, ja, gewoon heel veel positiviteit wat hij daarin eigenlijk kwijt kan. Dus dat is heel goed om te zien. En ik denk ook dat die organisatie daar echt topwerk levert. En echt heel ontroerend was het om te zien. Ja, het is gewoon, weet je, als je zo'n kindje ziet, dan denk je van, ja, shit man. Ja. Dat kind kan zoveel bereiken, maar hij kan niet naar school en hij kan niet dit. Hij krijgt de kansen niet, of tenminste de kansen niet. Ja, en dat voelt gewoon niet heel oneerlijk. Ja. Dat is gewoon, Mela, jij was een van de eerste die de beelden zag. Ja. Wat deed dat met je? Nou, ik kreeg net ook weer een brok in mijn keel. En de eerste keer dat ik het zag, het was grappig, want we zaten eigenlijk gewoon gezellig pasta te eten en dan filmpjes te kijken. En toch was het echt, ik zag het filmpje en ik denk dat ieder mens die dit ziet, er kan niemand zijn die hier niks bij voelt. Je kan niet bij dit denken, nou, boeit me eigenlijk niet zoveel. Als je inderdaad ziet dat die kindje zoveel talent heeft, maar zelfs als hij dat niet heeft, zelfs al kon hij niet tekenen, dat het überhaupt een kind is die inderdaad machteloos is, die hier helemaal niks over te zeggen heeft, ter wereld is gebracht in zo'n situatie. Het overkomt hem ook. Het overkomt hem echt. Ja. En dat raakt je tot in je diepste bot. Ik kan me niet bedenken dat er iemand is die hier niks bij voelt. Ja. Lisa, wat is het meeste wat je is bijgebleven deze reis? Ik denk dat het wel heel goed is om te benoemen dat we zijn er naartoe gegaan. Maar we hebben en een vluchtelingenkamp gezien en barakken. En dat, misschien is dat niet helemaal duidelijk voor verschillende mensen. Je hebt een vluchtelingenkamp, dat is een officieel vluchtelingenkamp. Daar hebben mensen een bed en eten. En dat is het ook waar. Ze gaan niet naar school of iets. Dat is het echt. En meestal is het ook heel erg afgelegen en ze kunnen niet naar de stad om ook maar iets leuks te doen. Maar we zijn ook naar barakken geweest en dat is geen officieel vluchtelingenkamp. En daar slapen mensen gewoon echt verschrikkelijk. Dat was echt bizar. Ja. Ik dacht echt toen ik daar aankwam, ik weet echt gewoon niet eens meer hoe ik me voelde. Ik voelde me echt gewoon. We kregen een rondleiding van een meneer die daar sliep. En ik vroeg, ik hield het gewoon al niet meer en ik liep daar gewoon. Ik kwam daar rond, aan en je ziet dingen. Depressieve sfeer. Er zijn allemaal dingen op de muur gespoten van. I am a person too. En refugees are not terrorists. Yeah. And, hier zie je het ook. Allemaal dit soort dingen. En die mensen kunnen. De enige manier hoe ze zich kunnen uiten is letterlijk dit, hè? Yeah. En we kwamen daar aan en ik dacht dat ik me onveilig zou voelen, maar totaal zo voelde ik me niet. Niet. Ik dacht echt, wow, ik geef zoveel om deze mensen. En ze lieten ons zien waar ze sliepen, op de grond. En, ze verbranden hun schoenen om warm te krijgen. Ik vind jullie een heel mooi verhaal hebben. Maar we kunnen er vast nog uren verder over praten met alle ervaringen. Laatste vraag is eigenlijk, hoe gaat het nu met We Are All Human verder? Nou, ik denk dat we eigenlijk echt hierdoor een motortje hebben gekregen wat aangedreven is. En dat we hier eigenlijk heel veel verder mee willen gaan doen. En mensen bewust worden van hoe het ergens anders is. Maar juist heel daar bereiken. Vooral ook aan mensen laten zien van, als jij iets wil doen, doe het gewoon, want het kan. Ondanks dat mensen zeggen dat het niet kan. Ja, goed. Ik wil jullie heel erg bedanken voor jullie mooie verhaal. Het was heel erg bijzonder om te horen. Ik wil jullie heel veel succes wensen met We Are All Human. Dank je wel. Wens ik jullie nog een hele fijne avond. Yes, dank je wel.